Samenwerken. Dat kunnen we namelijk heel goed. Daar hebben we een enorme traditie in, maar soms vergeten we het wel eens. Dutch Design Week 2015. Eindhoven, 22 en 23 oktober. Twee sessies over redesigning the government. Een ontmoeting tussen design en overheid. Wat valt er te leren van design? Een heleboel volgens de deelnemers. Dat ze heel goed moeten nadenken over waartoe ze op aarde zijn. Want volgens mij begint het bij burgers en niet bij de overheid. Samenwerken. Dat kunnen we namelijk heel goed. Daar hebben we een enorme traditie in, maar soms vergeten we het wel eens. Hoe we op een vernieuwende manier met elkaar kunnen samenwerken. En hoe we elkaar niet beconcurreren, maar elkaar kunnen versterken. Hoe vinden we in onzekere tijden antwoorden die nog ergens over gaan? En we moeten stoppen met praten. We moeten een omgeving creëren waarin we samen met burgers en verschillende disciplines, samen met de overheid kunnen zitten. En niet praten, maar doen. Ik vind het ook een uitdaging voor de Brabantse overheid en niet alleen voor de provincie, voor de gemeenten, om met goede ideeën te komen over de bestuurlijke structuur. Intern de zaak goed op orde te hebben en samenwerken met de rest van Europa en de wereld. Treed vooral met ons meer in dialoog. Organiseer meer van dit soort bijeenkomsten om hierover te praten en met elkaar te discussiëren. Vanuit verschillende invalshoeken ook tot keuzes te kunnen komen en niet altijd denken dat ze de wijsheid te pakken hebben. Wat ontzettend belangrijk is om in beeld te brengen voor wie je aan het werk bent als overheid. En juist ook met die klanten, met die gebruiker, ook kijken van wat willen we nou eigenlijk bereiken in Brabant. We mogen wel eens gaan reframen en af en toe eventjes open-minded gaan nadenken op een andere manier, denk ik. Dat bestuurlijke vernieuwing niet ophoudt bij de gemeentegrenzen. Dat bestuurlijke vernieuwing ook betrekking heeft op de provincie. En dat wat dat betreft de provincies en gemeenten samen moeten kijken van hoe kun je bestuurlijk meebewegen met een veranderende samenleving. De gemeentehuizen zeg maar los te laten en toch proberen op een nieuwe manier te denken hoe je alles gaat vormgeven. Loslaten en meer met de mensen in co-creatie dingen doen. Dus niet altijd denken van wij zijn onze gekozen volksvertegenwoordigers, wij weten het allemaal beter dan jullie. Maar luister eens wat meer naar de mensen en thinking out of the box. Dus ga vooral uit je eigen structuren denken en ga naar de inhoud. En niet meteen naar we hebben het altijd zo gedaan, dat ging altijd goed, we gaan ermee door.